Oh, oh, tomaat, fijne vrucht om in te bijten. In de salade, op het brood of zo erbij. Oh, oh, tomaat, ik zou je nooit meer willen mijden. Meteen gaan huilen. Als er geen tomaatje meer zou zijn. Dit programma is mogelijk gemaakt door Wagenplan. Voetbalkenner, radiomaker, columnist, eetpauze tegenwoordig. Ja, wat doet die man niet? Daar komt hij. Nou, begin van een lange dag heb ik begrepen, Wilfred. Ik zag zo de agenda eens even voor me. Mm-hmm, eerst ja. Naar een lezing of eerst naar een reclamebureau, dan ga je het hebben over voedsel. Nou ja, kijk, wij zijn nu bezig met het project Vullen of Voeden. Dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen project met het boek dat we ooit hebben geschreven. Ik wil zeggen, sommige mensen moeten er überhaupt nog aan wennen dat er iets anders uit jouw mond komt dan ja. Wat gaat over voetballers. Kijk, ik weet of je een camera bij je hebt. Kijk, dit is het boek, dat heb je wel eens gezien volgens mij, toch? Ja? We zetten even in beeld sponsormomentje van de BVGN. Ja. Maar goed, dat is een boek en dat is uiteindelijk naar een website toe gegroeid. Inmiddels een weddenschap met Johan Derksen dat ik voetbalkantines ga verbeteren, althans gezonder ga laten eten. Daar heb ik de laatste tijd vrij veel over in de media gesproken. En een tijdje terug zat ik bij WNL, toen zat er een grote zakenman uit Noordwijk te kijken. Die raakte zo geïnspireerd en die zei, Wilfred, kom ik hier langs, dat heb ik gedaan. En die heeft toen zijn beste contacten aan een tafel gezet in Noordwijk voor een goed diner. Om te kijken hoe je dit verder uit moet rollen en hoe je dit op de kaart kan gaan zetten. En dat deed hij echt heel spontaan en heel aardig. En we zijn onder andere nu onderweg naar DDDB, dat is een groot reclamebureau. En die gaan onze Prodeo dan helpen ook een roadmap te schrijven van waar je nou het beste naartoe kan gaan met zoiets. Gewoon omdat je, als je dit van de grond wil krijgen, moet je het vooral met mensen doen die dezelfde intrinsieke motivatie hebben, die ergens naartoe willen. Ja. Maar is dit, je hebt het over intrinsiek en eerlijk, is dit voor jou ook niet gewoon een leuk nieuw projectje? Nou, was je toen een afwisseling van het voetbalverhaal? Ik moet wel toegeven dat ik er eigenlijk ingerold ben door mijn vrouw, omdat die dat boek ging schrijven met allemaal deskundigen die dat allemaal vrijwillig deden. Toen werd er wel gezegd, neem dan Wilfred erbij, omdat hij natuurlijk bekender is en dat hij daar misschien iets met zijn media-aandacht kan doen. Maar het heeft me dusdanig gegrepen, toen ik al die stukken van die mensen zat te lezen, kon ik me niet voorstellen dat we er zo slecht voor stonden in Nederland als het gaat om voeding en zeker voor kinderen. Obesitas neemt vorm aan die Amerikaanse cijfers met zich meebrengt, zelfs onder allochtone kinderen en nog daarboven zelfs. Welvaartsziektes als suikerziekte en ADHD neemt enorm toe. En je merkt toch wel dat daar dat er iets moet gebeuren. Kijk, het feit dat je zegt je leeft 5 jaar langer, dat interesseert mensen geen hol, want dan denken ze bij zichzelf, ja. Ziek dan wel. Dat zien we dan wel weer, weet je wel. Je moet ze vooral proberen te inspireren. Kijk, ik heb een t-shirt bij me. Die ga ik misschien straks wel aantrekken. En daarop staat mijn groentekaraoke, OO tomaat, fijne vrucht om in te bijten. Dus als ik ergens soms een lezing geef, ga ik niet alleen maar verhalen vertellen over voeding, maar ga ik nummers zingen over voeding. En dan gaan al die laatste deed ik het op een chauffeurscongres, die gaan er allemaal mee zitten zingen. En tussendoor vertel ik een aantal verhalen. Dat meen je niet, de groentekaraoke. Groentekaraoke, oh oh tomaat, fijne vrucht om in te bijten. In de salade, op het brood of zo erbij. Oh oh tomaat, ik zou je nooit meer willen mijden. Meteen gaan huilen. Als er geen tomaatje meer zou zijn. Als ik nu lezingen geef, vraag ik er ook geen geld voor. Maar moeten mensen gewoon aan de partij boeken nemen, waardoor ze die allemaal kunnen gaan lezen, waardoor de boodschap verspreid raakt. En dat is eigenlijk de essentie. Het moet een soort olievlek worden die steeds groter wordt, waardoor mensen op een gegeven moment beseffen dat als we niks gaan doen nu de komende tijd, dat we een hele generatie straks hartstikke ziek laten worden. En dat moeten we niet willen volgens mij met z'n allen. Nou, dank u wel, meneer Seurissen. Zo, eerste afspraak, zet hem op. Ja, dankjewel. Cel. We zien je straks. Zo, hè? Jo, oké. Hoi. En dan laten we je vrouw net weer achter, Wilfred. Ja. Wat voor rol speelt zij in jouw leven, om er eens even een ironie-achtige vraag in te knallen? Nou, een hele belangrijke. En zeker nu we zoveel samenwerken natuurlijk ook. Dat is misschien nog wel intenser geworden dan het al was, want je was al aardig... Ik ben best wel een behoorlijke family man, om het maar zo te omschrijven. De tijd die ik over heb in het drukke bestaan wat ik leid, dat brengt vooral thuis door. Daarin is zij een hele belangrijke rol. Ze is de beste moeder die ik ooit heb meegemaakt. Een geweldige partner en nu ook nog zakenpartner. Dat laatste is soms wel eens lastig, omdat je natuurlijk allebei wel eens moe geprikkeld enzovoort bent. En dan word je niet altijd eens over bepaald iets. Zoals met het boek hebben we echt een paar keer gezeten van, we zijn wel begonnen. Datzelfde geval hebben we nu met die actie die we nu hebben opgestart. Ja. Maar tegelijkertijd, als je ziet dat het ergens naartoe gaat en dat het betekenis heeft, geeft het ook wel heel veel verbinding. Is dat dan los te laten in vakanties of in weekenden? Of nou, we hebben nu net in het overleg hebben we dus 3 scenario's meegekregen als huiswerk van dit bedrijf. Om eens goed na te denken welke kant we nu eigenlijk op willen met het hele verhaal.
En dat gaan we dan tijdens de vakantie zo nu dan proberen te doen. Maar we gaan ook in de vakantie juist heel veel andere dingen doen. Had jij je 10 jaar geleden hierover kunnen opwinden? Of is dit juist iets wat gekomen is met doordat jij... je hebt 2 kinderen nu. Ja. Is dat gekomen, is die wijsheid gekomen met de kinderen? Ja. Nee, ik had dat 10 jaar geleden waarschijnlijk niet zo... 10 jaar geleden was ik ook veel te veel met mezelf bezig. 10 jaar geleden wilde ik maar 1 ding. Ik wilde ooit zondagavond 7 uur presenteren. Ik had nog zo'n ongelooflijke ambitie en een drive om mijn eigen carrière een boost te geven. En ik heb nog steeds ambitie op dat gebied hoor, maar ik heb het niet meer zo blind als ik het toen had. En als ik zie dat wij onze kinderen iets kunnen geven wat ik eigenlijk alle kinderen van de wereld zou gunnen, vandaar ook deze motivatie, dan wil ik daar graag een klein steentje aan bijdragen. Als je met dit hele project 1 kind behoedt voor ziekte of erger, dan is het project al geslaagd. En wat mensen daarvan vinden, want ik bedoel, ik merk ook heel veel weerstand, dat maakt dan verder niet zo veel uit. Van wie dan? Waarom zouden mensen hier weer stappen kunnen hebben? Als ik dat op tv doe bij Voetbal International, hebben een heleboel mensen, laat die genees ophouden met zijn gezeik over voeding. Laat ze lekker van mijn frietje afblijven en van mijn bier afblijven. Maar daar kom ik ook niet aan. Hè? Bij het project voor de voetbalkantines voegen wij dingen toe. Gerechten, gezonde gerechten op de kaart. Maar geen dingen worden eraf gehaald. Maar heeft dat er gewoon te maken met dat je dan op dat moment misschien... Niet het goede kanaal gekozen hebt voor je boodschap? Of zeg jij juist, onzin? Juist dat kanaal is het perfecte kanaal om je doelgroep te bereiken. Omdat we het in een grappige vorm doen met een weddenschap. Ik ben onlangs bij Jamie Oliver geweest. Die heeft nu geëist van Johan dat hij naakt gaat koken als ik 250 kantines kan omturnen. Het is juist die gimmick, juist de vorm van amusement die maakt dat je die boodschap kan vertellen. Ja. Alleen dat levert ook weerstand op. En, nou heb ik daar een redelijk track record in, hoor, dat ik weerstand oproep. Dus in dat opzicht is het niet veel nieuws voor me. Jij leeft van de weerstand, toch? Nou ja, in zekere zin wel, ja. Er zijn mensen die leven van de wind en ik leef van de weerstand. Ja, zo zou je het wel kunnen omschrijven, ja. Zal ik je tas even dragen? Oh, wil je dat? Ja, tuurlijk. Hij is wel zwaar, hoor. Ik ben nooit zo van de bedjes, heel gezegd, maar ik neem hem wel mee. Dankjewel. Hey, hoe vaak gebeurt dat nog? Ik weet niet hoe u heet. Ja, maar dat is toch mooi? Het is toch helemaal goed? Kijk, Lars, het moment dat je denkt dat je iets bent, dan ben je verloren. Ja. Lars volgt mij de hele dag voor Digit 7, hè? Of is... 7 Digits. 7 Digits heet het, sorry Lars. Ons motto is dus meer groente, meer fruit, meer water en meer variatie. Stiekem zeg je natuurlijk ook minder suikers en minder E-nummers. Maar ga ik dat roepen op tv of in programma's of hier, dan heb ik gelijk alle grote partijen tegen me. De hele voedingsindustrie roept dan gelijk wat we gaan doen. Die genetie moeten we boycotten, want die roept minder suikers en minder E-nummers. Dus belangrijk is dat je je boodschap positief benadert. Tot ziens. Dag. Ik heb al vaker contact gehad met Lily. Ik ben van Goed Eten, Gezond Leven. Oh ja. Je hebt je website ook gekeken. En ik had beloofd om even een handje te schudden. Ik laat je... Ja, dat zei ze. Ze had gisteren nog contact met je gehad, gisteravond. Ja, klopt. Om mijn kleren af te spreken. Ik ben Kruik van de Voeding Nu. Het vakblad over voeding en gezondheid. Ik ben van nieuws over kindervoeding en ook van de kindervoedingswijze. En wij doen eigenlijk heel veel dingen die heel erg overeenkomen met waar jij ook mee bezig bent. Okay. Hey, ik heb een boek geschreven over plantaardige voeding. Ik weet niet, ken je het Hippocrates Health Institute? Zo, zaal op z'n kop of niet, meneer Gené? Nou. Daarna wordt dolf onder de kaartjes. Ja, ik heb wel heel veel kaartjes gekregen, maar heel veel mensen die enthousiast waren. Dus dat is altijd heel goed om te merken. Maak ze het ook concreet? Of is dit vooral ook, mensen vinden het natuurlijk ook leuk om jou even aan te spreken? Nou ja, ik moet wel zeggen dat er genoeg partijen zijn die in de afgelopen periode wel heel concreet zijn geweest. En daarmee ook echt wel hebben aangetoond dat ze er ook echt in geloven. Het lastige is natuurlijk altijd om te kijken hoe je het beste bij elkaar past. Kijk, er stond net een man van meneer Van Heijnsen, die zei ook, we zijn wel op het ontwikkelingscentrum enorm bezig natuurlijk om die kant op te gaan. Maar ja, de grote belangen van een concern als Heijnsen zullen natuurlijk ook nog zijn om zoveel mogelijk ketchup te verkopen. En dan moet je kijken of je daar een middenweg in kan vinden. Dus ik ben wel heel benieuwd naar zoiets, maar... Dus ja, jij moet toetsen. En die positie, die rol, die krijg jij dus nu nog even erbij. Een beetje toetsen of een partner wel de juiste partner is. Ook al hebben ze geld en resources. Nou ja, het begint natuurlijk bij de intrinsieke motivatie. En je moet ook qua oorsprong wel erg bij elkaar passen. Ik denk dat bepaalde bedrijven gewoon... Als je kijkt, ik bedoel, ik veroordeel Coca-Cola helemaal niet of zo, weet je. Maar ik denk niet dat je direct met een partij als Coca-Cola aan het werk kan gaan. Dan vallen we zo eventjes hier een meeting bij het AZ-stadion binnen. Wat gaan we meemaken? Food Revolution Day. Ik heb Toon Gerbrands daar een keer bij een lezing over aangesproken. Ze hebben het verjaardag van dat we met z'n allen kinderen beter moeten laten gaan eten. En dat op 16 mei is Food Revolution Day. Ik heb Jamie Oliver gesproken, die zou graag ook meer dingen willen doen. Hij zegt, dat gaan we doen. Dus hij heeft geregeld samen met zijn hele staf dat hier zo meteen een 100-tal of volgens mij zelfs 200 kinderen gaan koken met spelers. En zich bewust worden van gezond eten. Persruimte ingang 9. Nou, dat is hier. Nou, ga al door. Zou die nog open zijn? Nee. Wat verdorie, dan moeten we de tribune al op. Ja, denk ik ook. Bedankt, hè. Oh, kijk, daar staat het allemaal. Helemaal goed.
Ik heb hem nog gehaald ook, hè? Ja, gereced heb ik. Ja, dat is heel leuk, hè? Commerciële jongen? Ik kan wel commercieel zijn, absoluut. Ik bedoel, ik werk voor commerciële televisie. Ik ben een ZZP'er, zoals het zo mooi heet, of een ZP'er. Ja. Ik heb dus mijn eigen bedrijf en ik ben afhankelijk van hoe het loopt op dat moment. Dus dat kan het ene jaar goed zijn, het andere jaar wat minder. Dus ja, dan moet je redelijk commercieel zijn natuurlijk ook. Wat niet wegneemt dat het hele project wat we nu met het vullen of voeden doen niet echt direct is gebaseerd op commercialiteit. Maar die zegt basis van intrinsieke motivatie. Maar het doen van presentaties in het land, het bedenken van het grote RGW voetbalspel, dat is wel iets commerciëler allemaal, ja. Ja. Maar dan ben jij nog steeds als eenmanszaak georganiseerd, joh. Geen mensen in dienst die... Je zei, nee. Al, je zei net inderdaad, geen management. Nee. Is dat niet de sleutel om dit misschien... Nou ja, dat hele project vullen of voeden moet uiteindelijk wel met meer mensen worden gedaan, anders is het niet op te brengen. De BV Gené kan het over het algemeen zelf wel, alhoewel ik wel zo nu en dan het bureau sportspeakers inzet om mijn presentaties een beetje te begeleiden. Ook als het gaat om een agenda, zeg maar, want die moet ik wel zo nu en dan een beetje proberen in de gaten te houden. Ja. Maar ik denk, je maakt natuurlijk al een hoop uren, je hebt heel veel verschillende balletjes in de lucht. Natuurlijk, ja, is dat wel vol te houden? Kun je dat dan allemaal wel goed doen? Krijg je wel de aandacht? Dat is wel wie ik ben, is de aard van het beestje ook een beetje. Het is ook gelijk mijn kracht. Ik heb over het algemeen elke dag wel 5 leuke, althans vind ik leuke ideeën. En ik lach ook heel hard aan mijn eigen grappen, dus dat zegt altijd heel veel, vind ik hoor. Maar ik heb wel dusdanig veel creativiteit dat het me enorm inspireert om veel verschillende dingen te doen. Het is tegelijkertijd ook mijn valkuil, want daardoor loop je jezelf ook wel eens voorbij. En ja. Zeker nu je een gezin hebt en ook andere verantwoordelijkheden. Dus hebt gekregen, is het wel heel belangrijk om daar meer in te gaan doseren. Maar jij zei net, ik ben family man. Ja. Maar zo hoor, ben je vooral 80 à 90 uur per week de businessman. Nou ja, het is ook zo dat ik natuurlijk heel vaak 's avonds werk. En dat betekent dat ik overdag heel vaak met de dingen, met de kinderen kan doen. En ik moet vaak dusdanig laat werken dat ik soms ook de kinderen ook nog gewoon naar bed toe, of meestal zelfs de kinderen ook nog naar bed toe kan brengen. En daartussendoor plan ik dan nog wel afspraken, ook overdag. Maar ik vind dat ik dat heel redelijk in evenwicht heb. Ik denk dat... Dat is een beetje lastig om een meisje van 4 al exact te vragen hoe het zou zitten bij haar. Maar ik denk niet dat ze zal klagen over mijn afwezigheid. Dat ze daar wel een goed gevoel bij heeft, zeg maar. Ik ben niet de man die het vlees snijdt. Hey, maar is dat misschien ook juist wel, Wilfred, hoe je het moet laten lukken? Dus ik moet zien dat voeding, dat is een goed doel, toch? Dat zie jij gewoon als een hoger doel, ja. Als een hoger doel? Ja. Maar dat moet je dus niet soft insteken, maar juist met dezelfde drive als waarmee je een commercieel ding zou insteken, zoals dat spel. Nee, je moet dingen doen, all the way, of je moet het niet doen. Ik bedoel, ja. Als ik ergens voor ga, ga ik 180%. En als ik er niet in geloof, dan doe ik er niks voor. Dan, ik vind dat als je iets doet, moet je het goed doen. En dat is heel duidelijk nu het motto ook. Het is 3:30. Uitzending gaat om 4:00. Ja, ik ben nu druk aan het voorbereiden. Ik ga nu snel even lezen. Oké. Ja, maar zo gaat het meestal. Hoe lang bereid jij je voor op zo'n uitzending dan? Nou, wisselend. Kijk, meestal heb ik op donderdag... Het is wel jouw journalistieke stempel eigenlijk. Ja, dat is waar. En op het algemeen lees ik me ook wel heel goed in. Alleen ik heb het vandaag ietsje lastiger gehad, omdat ik toch meer tijd nodig had voor die andere dingen dan ik verwacht had. En al die telefoontjes tussendoor. Kijk, meestal is het zo dat ik op donderdagavond heb ik een wedstrijd van de Europa League, van RTL. En dan ga ik tijdens die wedstrijd gewoon al mijn interviews en al mijn documentatie doornemen. En dan ben ik eigenlijk super goed ingelezen. Terwijl je de wedstrijd aan het volgen bent? Ja, maar die kan ik gewoon met één oog volgen. Ik bedoel, dat is niet zo moeilijk. Dus dan kan ik gewoon 2 dingen tegelijk doen. Ik ben eigenlijk redelijk vrouwelijk wat dat betreft. Ik kan echt multitasken. Ik kan echt 4, 5 dingen tegelijk als het moet. Dus ik ben nu ietsje minder. Maar ik heb iets recht te zetten met Paul Rozemuller, want daar heb ik een paar jaar geleden ook mee gezeten. Toen had ik als openingsgrap tegen hem gezegd dat ik vond dat hij heel erg op Femke Halsema leek. Namelijk dat ze er allebei goed uitzagen, maar inhoudelijk heel slecht waren. Maar dat was gewoon een grap. Alleen Paul Rozemuller vond dat geen grap. En hij heeft de rest van de uitzending daar een beetje last van gehad. Wow. Dus, hij is nu mijn partner in crime, of ik ben zijn partner in crime. Hij is natuurlijk met het convenant gezond gewicht ook enorm bezig om kinderen beter te laten eten. Dus we slaan nu de handen in één en gaan gebroedelijk verder optrekken.
Dat blijft een beetje vreemd hoor, vind ik heel gezegd. Poster van jezelf zitten kijken. Ben je niet helemaal kapot? Ja, ik begin nu wel een beetje moe te worden. En vanavond ook nog? Ja. Karin Bloemen, dat wist je. Ja, die gaat dan in de sister act. Ja. Wordt dat zo goed gasten. Wordt dat zo goed bezocht, dat sister act? Volgens mij niet, want het stopt in augustus. Hoi Tim, ook alweer. Ik ben Lars. Hey, het zit er alweer bijna op, en dat gaat rap zo. Maar begin jij het nou al een beetje te voelen, die lange dag? Ik moet je eerlijk zeggen, ik voel me eigenlijk helemaal goed. Ik heb er totaal geen last van. En, het grappigste van alles is altijd dat je natuurlijk nog een uitzending zometeen van anderhalf uur moet maken. En dat het eigenlijk een inspanning zou moeten zijn. Maar voor mij is het vaak een ontspanning, omdat ik echt naar uitkijk. Gaat jouw energie ook mee in die blokjes? Want het zijn natuurlijk allemaal blokjes, dus iedere keer focus op iets anders. Vanmorgen en vanmiddag was helemaal voeding, dat project. Hier ben je radio aan het maken. Zie je het ook zo los? Schuift jouw energie ook mee daarin? Ja, ik merk wel dat ik... Maar ik merk dat ik vandaag, ik heb ook wel eens dagen bij dat het minder gaat, maar ik merk dat ik vandaag in een hele stabiele energieflow zit. En ik heb redelijk gegeten, maar ik heb niet goed gegeten. Het is de ondersteuning. Ja, doe je het vaker dit of niet? Kun je nog een keer... Dat ligt eraan, over alles is te praten. Oké, okay. Nou heel goed. Ja, dat ook dat ik een PA nodig had, dus... Ik vind wel dat jij een PA nodig hebt. Ja, ik ga je bellen. Tot ziens. Ik ben mijn chauffeur kwijt. Is het feest al afgelopen? Ja, dan gaan we naar de volgende. Ja, wat is het volgende? V. Oranje, oh nee, Voetbal International. Yo! Zo, next stop Hilversum. Ja. Heb je nou de uitzending in de auto even voorbereid? Ja, ik heb allemaal van die apps, allemaal van die voetbalapps erop zitten. Kan ik altijd het laatste nieuws even goed bekijken. Dat is wel mooi. Hoeveel procent is deze uitzending van vanavond dan op routine? Kijk, een bepaalde techniek is inmiddels wel redelijk ingesleten, maar ik probeer nu wel echt allerlaatste nieuws te hebben. Dus in dat opzicht denk ik niet dat ik echt slecht voorbereid ben. Ik kan gewoon in een half uur alles tot me nemen. Heb je jezelf dat aangeleerd of is dat aangeboden? Nou, dat gaat wel redelijk snel altijd. Ik had als ik vroeger tentamens deed, dus voor, ik zal niet zeggen fotografisch geheugen, maar wel een dusdanig goed geheugen dat ik soms hele bladzijden terug kon halen. Dan kon ik gewoon in mijn hoofd scrollen en denk, oh ja, daar staat het. Dat is redelijk aangeboren, denk ik. Dat wordt met de jaren wel iets minder vermoeidheid, een beetje drank. Kinderen die laat naar bed gaan enzovoort, weet je, of wakker worden. Maar over het algemeen is het er nog wel. Dat is ook, dan snap ik wel waarom jij ook zegt, of mijn werk is, dat avond op tv, is eigenlijk, dat is makkelijk voor jou. Ja. Met je beheerste stof. Ik vind het leuk. Je beheerst het instrument, het is leuk. Ja. Ja. Wat een luxe dan inderdaad, dat je daar gewoon... Ik heb het geluk dat het een aangeboren talent is en dat je dat ook nog redelijk kan ontwikkelen, dat is helemaal mooi natuurlijk, omdat het heeft al met een bepaald soort fanatisme te maken. Maar de basiskwaliteit heb ik natuurlijk gewoon meegekregen. Daarmee heb ik mijn droom kunnen uitvoeren zoals ik die als kind had, namelijk op het hoogste niveau praten over sport en over voetbal in het bijzonder. Dat heb ik altijd gewild en dat mag ik nu doen tegen een prima salaris. Ik heb de hele wereld mogen zien. Ik bezoek wedstrijden die, ja, daar kun je vingers bij aflikken. Ik ga de komende zomer het hele WK weer verslaan. Dat is wel vanuit Nederland. Maar dan nog, je praat wel op de grootste zender van Nederland, op RTL 4. Ja. Praat je over elke avond datgene wat de mensen het meeste bezighoudt. Hey, een prima salaris, gaat dat richting de Wiebe Draaiers van deze wereld? Ik weet niet wat Wiebe Draaier verdient. Wat verdient hij? Nou, die is deze week bekendgemaakt bij de Rabobank. Gaat hij net onder een miljoen hangen? Nee. Dan moet je toch nog wel even bij de Wiebe Draaiers in de buurt zien te komen. Nee, absoluut niet. Ik verdien wel boven de, hoe noem je dat, balken en de norm. Ja. Dat klopt wel, maar dat... Het is echt niet in die maat hoor, dat mocht ik willen, zoals dat zo mooi heet. Ja, je zit al bij de commerciële. Ik werk voor RTL 7, ik bedoel, ik werk natuurlijk niet, ja, alhoewel deze zomer op RTL 4. Maar het verschilt natuurlijk nog welke zender je doet, dat maakt ook nog wel verschil. Is dat dan nog het volgende hogere doel? Nee, ik heb nog nooit dingen voor geld gedaan. En mensen dachten wel dat die overstap naar destijds Talpa voor geld was, maar dat heeft alles en alleen maar met de droom te maken die je dan op een gegeven moment najaagt. Ooit zondagavond 7 uur presenteren. Ik heb echt nog nooit keuzes voor geld gemaakt. En het is wel zo dat als je je passie volgt en je hart volgt en dingen doet die je echt leuk vindt en daar steeds beter in wordt, dat je daar ook beter voor beloond wordt. Maar als je het omgekeerd doet, dan gaat het volgens mij vaak mis en zorg je er ook voor dat je jezelf uiteindelijk diep ongelukkig maakt. En ik weet dat dit een luxe uitspraak is, hè, die ik doe. Ik bedoel, ja. Maar het is wel zo dat... Ga maar gewoon rechtdoor daar. Dat juist door die passie te volgen, de beloning dan vanzelf volgt, zeg maar. Zo automatisch. Ja, kijk.
heerlijk hoor. Goed hè? Dat is mijn vriend, hè, John. Ik heb één vriend in Hilversum komen, mijn enige vriend in Hilversum komen we tegen. Dat is ja. Ik bel hem wel even, oké? Goedjes. Oké, hoi hoi. Het is op zich wel een historisch punt trouwens. Daar op de derde verdieping heb ik een tijdje kantoor gehad als stagiair bij de juridische afdeling. En dan heb ik me eigenlijk alleen maar aangemeld met één gedachte. Ik wil hier ooit in Hilversum aan de bak als presentator. Ik had ook altijd een videoband bij me. En ik weet nog dat er in die periode een nieuwe zender werd opgestart. TV Plus, breedbandtelevisie. Die hadden Ruud ter Weide destijds aangenomen als presentator. En toen zeiden ze in een van de vergaderingen. Eigenlijk zoeken we nog een jonge beginnende presentator. Die we voor weinig geld ook nog wat kunnen laten doen. Ik zei, ah, toevallig weet ik er eentje. En nou ja, wie dan wel? Nou ja, ik heb zelf een band bij me, dus kijk maar eens. Van, ja, the rest is history zou ik bijna willen zeggen. Echt waar, dat. Ze hebben de band bekeken. Maar voelt het zo? Is dat Jezus, Mina, ze hebben ook een beetje spul gebracht, geloof ik, zeg hij. Ongelooflijk. Hebben ze nog spellen gebracht ook, of niet? Ja. Het sponsormomentje van de Gené BV. Nou, niet alleen van de Gené BV, ook van de Derks en van de Gij BV, hoor. Maar... Jongens, wel rusten. Yes. Hey, later. Gastvrijheid. Doeg. Als jij dit niet was, Wilfred, wat was je dan? Vroeger dacht ik altijd vrachtwagenchauffeur, omdat ik het zo leuk vond om in zo'n huisje met je over de weg te kunnen rijden. Dat je je eigen huisje bij je had. Een beetje een vreemde gedachtegang. Ik heb er eigenlijk nooit een voorstelling van kunnen maken, want ik heb rechten gestudeerd. Heb ik ook nog afgemaakt ook. Ik ben dus eigenlijk meester in de rechten. Dus ik zou altijd een baan kunnen krijgen op een serieus kantoor, maar dat heb ik nooit iets voor mezelf gezien. Ik heb altijd gedacht vanaf mijn 12 dat dit wel zou lukken. Ik was er eigenlijk altijd wel van overtuigd. Dus ik heb ook nooit over andere dingen nagedacht. Van wat het zou kunnen wijzen, wat ik zou kunnen doen als ik dit niet zou doen, weet je wel. En heb je ooit wel eens gevreesd, misschien wel toen je daar op de derde etage zat, van wat als het niet lukt? Wat als er geen moment komt waarop ik mijn videobandje kan afgeven? Nee, dat is heel gek. Die twijfel is er eigenlijk bijna nooit geweest. Dat is nu makkelijk om te zeggen. Dat is ook wel aanmatigend natuurlijk tegelijkertijd, maar... Ik weet nog dat ik een keer de filosofieles had op het gymnasium. Hé hey Jan. Kijk, Jan is daar ondertussen. Die cameraman denkt ook weer even nu weer. Maar Jan komt ook nog voorbij. En ik zat een keer tijdens de filosofieles op het gymnasium. En toen vroeg de filosofieleraar Wilfred, wat ga je laten worden? Ik zei, nou ja, sportpresentator. En ik ga ooit zondag avond CWU presenteren. En die ging mij voor de klas een beetje belachelijk maken. Hoe kom je er dan bij? Beetje zoals John Derks eigenlijk. Ik zei, nou ja, je mag van mij alles zeggen hoor. Maar... En vandaar dat ik ook nooit over andere dingen heb nagedacht, wat ik eventueel zou kunnen gaan doen als het niet zou lukken. Er hoeft geen plan B te zijn als je volledig ervoor gaat? Nou ja, ik heb dat nooit gedaan omdat ik het niet heb gevoeld. Maar het zal zeker voor heel veel mensen gelden, misschien moet je een plan B hebben. Maar wat ik altijd als motto had, ook op het gymnasium, dat ik zei van ja, weet je, stel dat het niet lukt. Dan zou ik het mezelf zo verschrikkelijk kwalijk nemen dat ik op zo'n schommelstoel, als ik 80 ben, een beetje uit het raam zit te staren bij mezelf. Ik had zoveel dromen, ik had ze zo graag willen uitvoeren en ik heb het niet eens geprobeerd. Mijn motto is ook echt altijd voor iedereen die dit nu ziet, van ga tenminste proberen en ga er ook all the way voor dan. En mocht het dan niet lukken, dan kun je altijd tegen jezelf zeggen, nou weet je, ik heb alles gedaan wat erin zat en het is niet gelukt, het is er niet uitgekomen, dan kun je jezelf niks kwalijk nemen. Maar het moment dat er een twijfel, een sprankje is waarvan je later dacht van ik had het toch veel beter kunnen doen door er iets meer voor te gaan, nou dat lijkt me echt verschrikkelijk. En nou, dat kan ik mezelf niet kwalijk nemen. Als ik iets doe, hè, je staat nu weer met die prachtige poppetjes van het grote Eggy Wels voetbalspel in je handen. Ja, dit is, als ik iets doe, ga ik all the way. Het is wel een hele mooie onderschrijving van die quote. Nou ja, het leuke daarin is wel, ik bedenk het en uiteindelijk is het hier wel. Het is concreet, het slaat nergens op misschien, maar er staan poppetjes, een spel en alles zit erop en eraan. Weet je wel, dus het is wel leuk als je iets verzint dat het er ook komt. En dat is altijd de drive die ik heb. Dat gewoon van, als je ervoor gaat, ga er all the way voor. Nou, Wilfred, is nou de perfecte afsluiting van zo'n dag? Ja, ik moet het in het café doen. In de auto is altijd iets minder, maar het geeft wel een goed gevoel. Ik zal het even hazen voorbij op komen. Hè. Ik heb het goed gedaan. Oh jee, afgelopen. Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Ja, nou, dat valt ook wel weer een beetje mee, een lach met tranen. Het was een mooie dag, het was een fijne dag, het was een effectieve dag. En het was fijn dat ik gereden werd, moet ik je ook zeggen hoor. Ik moet wel bij mezelf toch wat te raden gaan dat ik dit wat vaker moet gaan doen. Dat betekent niet dat ik elke keer voor een camera moet gaan zitten binnen een auto, maar om dan zo nu en dan even iemand te laten rijden is helemaal geen kwalijke zaak, denk ik. Dat is veel effectiever, hè? Dan kun jij tenminste wat doen in de auto. Ja, nou ja, ik heb er nu de uitzending kunnen voorbereiden. En,
Maar ik heb best wel veel gedaan. Ik heb heel veel kunnen bellen ook. Dat kun je natuurlijk ook doen als je zelf aan het rijden bent. Maar op een of andere manier is het toch wel relaxed dit. Ik zal wachten. Tot het tijd dat hij er mij kent. En je trots gaat zijn op je eigen vet. Op straat zullen ze zeggen, die hazes is bekend.